Dijkhoff, het was nog niet zo lang geleden in deze uitzending, en ik legde hem voor of hij het voor zich zat dat het bij carnaval bijvoorbeeld zo zou gaan, het jaar daarop, dat je dan een poort hebt en dat je dan moet laten zien wie is er gevaccineerd en die mag naar binnen en dan kan het schouder aan schouder. Is dat ook wat jij voor je ziet, Marieke ten Kaat? Ik kan me er iets bij voorstellen, ja, dat je voor bijvoorbeeld evenementen of bepaalde locaties gaat kijken wie er wel en niet gevaccineerd zijn. Ik denk dat het een veel lastigere discussie wordt op de werkvloer. Bij ons begon de discussie ook al van in hoeverre kun je je werknemers verplichten om een vaccinatie te halen. Dat is natuurlijk ook een discussie die bijvoorbeeld in de ziekenhuizen en in andere zorginstellingen heel erg naar boven zal gaan komen de komende tijd. Vindt u als immunoloog Marjolein van Egmond dat alle mensen die in de zorg werken eigenlijk een vaccinatie zouden moeten nemen? Nou ja, je hoopt dat ze dat allemaal zouden doen. Maar ik vind wel van uiteindelijk vaccinatie, dat is vrijwillig. En ik vind dat wij, zeg maar, ook als wetenschappers en de regering en natuurlijk een hele hoop gremia daar alles aan moeten doen om mensen te overtuigen, uit te leggen waarom het veilig is, dat het solidariteit is. Maar uiteindelijk vind ik dat je mensen daar niet toe kunt dwingen. Ik kan me wel voorstellen dat als iemand natuurlijk het niet wil, maar wel met een hele kwetsbare groep mensen werkt die bijvoorbeeld niet gevaccineerd kunnen worden, dat je dan als werkgever dan natuurlijk wel zegt van ja, prima, maar dan kun je dus dat type werk ook niet meer doen, want dat is het risico voor die ander. Maar dat is een lastige discussie en die zal zeker gevoerd moeten gaan worden de komende tijd. Welke mensen zouden niet gevaccineerd kunnen worden terwijl ze heel kwetsbaar zijn? Het is sowieso natuurlijk, er zijn een aantal mensen, dat is nu al ook aangetoond. Het is gelukkig heel zeldzaam, maar die zijn bijvoorbeeld allergisch. En dus die kunnen dan niet gevaccineerd worden. Het is ook zo dat het vaccin is dus beschermend voor 9 van de 10 mensen. Maar dat betekent ook dat bij 1 van de 10 mensen het dus niet aangeslagen is. En dat die mensen dus niet beschermd zijn. Dus het zal dus zijn dat er zullen kwetsbare mensen zijn die niet gevaccineerd kunnen worden. Of waarbij het niet gewerkt heeft. Ja, en die zullen dan toch ook nog steeds beschermd moeten worden. En die moet je dan niet willen uitsluiten voor alle feesten en partijen? Of juist wel? Dat is de discussie dan, Heike Veldman. Ja, klopt. Kijk, ik kan mij heel goed voorstellen, net wat er al benoemd wordt, dat werkgevers straks zich ook achter de oren krabben als ze 10 mensen, zeg maar, op de payroll hebben staan en 5 van die 10 zeggen van nou, ik ent me niet in. Terwijl 1 van die 5 niet ingeënt kan worden vanwege een ziekte of een andere kwetsbaarheid. Ja, wat moet je dan doen? Laat je dan de kwetsbaren thuis zitten terwijl de rest allemaal gewoon naar zijn werk gaat? Of zeg je tegen die 4 van ja, dan kunnen jullie niet komen. Want je brengt een ander in gevaar. Die discussies gaan komen en dus moet je het er met elkaar over hebben. Waar leg je een grens? En tuurlijk ligt die grens. En volgens mij is daar iedereen het over eens dat er nooit een algehele plicht zal zijn. Ik bedoel, we gaan niemand verplicht een spuit in zijn arm zetten. Maar je moet wel nadenken met elkaar. Wat zijn de consequenties als iemand bewust ervoor kiest om zich niet te laten enten? Ook al weet hij van nou, ik word er misschien helemaal niet doodziek van en mijn kind ook niet. En de ouderen die ik ken, die zijn allemaal al gevaccineerd. Want dat zou een heel goed argument kunnen zijn. Dat je denkt, ja, ik snap ja, dat nu vervelend is om niet naar oma te gaan, maar als die al gevaccineerd is, nou, wat kan mij dat dan schelen? Dat zou een argument kunnen zijn. Dat zou een argument kunnen zijn, maar dan is het precies wat Marjolein zegt. De beschermingsgraad is 90-95%. Dat betekent dat er nog steeds 10% van de mensen is die misschien wel gevaccineerd is, maar waarbij het dus niet aanslaat. Die dus potentieel nog steeds gevaar lopen. Ja, dan moet je dus nog steeds bij jezelf na blijven denken en nagaan van ja, wat doe ik dan als ik mezelf niet vaccineer, als ik mijn kinderen niet vaccineer en ik ga wel bij opa en oma op bezoek. Wat betekent dat dan?